Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is bij mij te gast Elze-Marie van den Ehrenbeemt. Elze-Marie, jij bent psychotherapeute. Ja. Gespecialiseerd in intergenerationele familiedynamiek. Ja. En we gaan het hebben over vaderschap. Heel mooi en belangrijk. Ja, ik ben net weer vader geworden. Gefeliciteerd. Dank je. En ik vind het eigenlijk heel leuk om vader te zijn. Ook wel soms ambivalent. Want? Is er nou een aparte rol weggelegd voor de vader? Of is het eigenlijk een soort tweede moeder? Nee, kind roept je op tot vaderschap. Kijk, je existentieel ben je vader. Onuitwisbaar in het leven van je kind. Dat is het enige wat levenslang blijft. Maar je bekent je tot het kind. En het kind roept je op tot vaderschap. En dat gebeurt er, dat is eigenlijk mooi om mee te beginnen. Bij heel veel mannen, die worden bang van zoveel tederheid en zoveel liefde. Die zijn dat gewoon, dat is nieuw. En dan moet je ook een antwoord op geven. Ik weet niet of die ambivalentie van jou daarmee te maken heeft. Maar dat kind is zo helemaal in staat om je tot vader te maken. En die roept je op tot vaderschap. Dat kunnen kinderen. En die oproep, en dat, hoe ziet dat eruit? Een tederheid, een lachen. Later wachten ze tot papa thuis komt. Dat een vrouw zegt, nou ongelooflijk, mijn kind staat gewoon de halve dag bij de deur van 9 maanden om op zijn vader te wachten. En die ambivalentie zit er vaak in. Kan ik dat wel aan? Zoveel tederheid. Ja, mooi dat je het meteen tederheid noemt. Nou, de ambivalentie zit dan vind ik ook wel in de verantwoordelijkheid. Absoluut. Dus de verantwoordelijkheid die je moet nemen juist voor een wezen dat nog zo teer is. Ja, teer is. En dat betekent dat je toch heel wat offers moet maken in je eigen tijd. Ja, als je het offers vindt. Hè? Ja. Want je kunt ook denken van, stel voor het is de eerste keer. Dit vaderschap maakt mij ook een hele andere man. Lees Domezen erover, die heeft er schitterend over geschreven. Die er altijd wars van was, die schrijft ook in zijn boek. Ik wou er niks mee te maken hebben. Ik vond het burgerlijk, het woord gezin, daar moest ik van overgeven. Maar er gebeurde toch iets vreemds met mij. Mijn dochter heeft mij om. En dat betekent eigenlijk, die consequentie kun je enorm zwaar vinden. Maar dat die consequentie er eigenlijk meteen is. Ja, ik vind zelf, als ik terugdenk aan aan de geboorte van mijn eerste kind, de dochter. Toen ben ik ook wel in het. Ik bedoel, met haar geboorte werd ik denk ik pas echt wakker. Als ook volwassen. Ook volwassen. Ja, in ieder geval de volwassen krachten namen heel snel toe. Ja. Ja. Maar het was ook wel zo dat je krijgt ook even de tijd nog om het vaderschap invulling te geven. Hè? Want, tuurlijk. Ja, dat vind ik ook heel mooi. Tuurlijk, je gaat er ook in mee. Ja. Hè? Het is, en na 3 maanden ben je weer heel veel meer verder in je ingespeeld zijn. Ja. Op wat de wensen van kinderen zijn. Ja, ja, dus het hoeft ook niet antwoord geven erop. Ja. Ja. Ja, en als je nou opgevoed bent als jongen of als man, dat het recht van de sterke wint. En dat je zo je kracht moet meten. Als degene die sterk is. Ineens is er een oproep van de zwakkere die beschermd moet worden. Dat is volkomen nieuw. En dat geeft mannen ook een hele andere statuur. Heb je het idee dat dit voor mannen van jouw generatie anders is dan van mijn generatie of nog jonger? Ik zit echt even aan mijn eigen vader te denken. Ja, jouw vader zelfs. Nog verder terug. Ja. Dat is nog verder terug. En Kijk, vader betekent letterlijk omheining, veilig. Eigenlijk, een vader moet een omheining zijn. En een jongetje zei ooit tegen mij, mijn vader was een los hek. Ik zei, hij heeft toch geprobeerd het hek neer te zetten. Dus die omheining is voor kinderen heel belangrijk, veiligheid. En ik had een hele Bourgondische vader en een hele veilige vader. Maar hij was er nooit, kun je ook zeggen. Hè? Ja. Hij had zijn werk, zijn besturen, zijn Bourgondische leven. En ik ben de jongste, dus ik heb het meest van hem genoten. Want toen, hij stond aan de trein als ik uit Amsterdam kwam. Bijvoorbeeld dat soort dingen, die hebben die anderen niet meegemaakt. Toch
collectief. Ieder kind heeft zijn eigen waarheid over ouders. Vaak een bron van conflicten in gezinnen. Enorme conflicten kan dat opleveren. Heb ik dus ervaren, hele nabij vader. En een hele, ja, een vader die je absoluut vasthield. En huilend toen ik naar Amsterdam ging. Maar dat huilen van mijn vader, ik ging wel. Daar had ik ook mijn moeder voor nodig. Ik ging wel, maar mijn vader kwam snikkend aan de deur dat ik vertrok. Van Brabant naar Amsterdam. He, van Den Bosch naar Amsterdam. Hij stond te snikken. En dat snikken heb ik niet ervaren. Hij wil me vasthouden. Ik mag niet gaan. Maar meer van een ontroering. Daar gaat mijn kind. Ja, ja. Ja, ik kan me helemaal voorstellen. Ja. Ja, het laatste kind, toch? Het lege nest. Ja. Het lege nest. Ja. Maar dat is al een moderne vader dan eigenlijk ook al. Wat dat betreft wel. Ja. En mijn moeder die stond erop. Hij had toch wel liever gehad dat ik in Nijmegen ging. Dat ik naar Amsterdam ging. Dat Maarten woonde, een broer die op mij moest letten. Dat was natuurlijk wel. Grote broer. Ja. Ik heb me dus heel veilig gevoeld in het ouderschap van mijn ouders. Mijn vader noemde mijn moeder een wonder. En zijn dochters een parels. Dus je voelde je als meisje ook helemaal nog gezien door hem. Maar ik denk, soms als ik op een... ik treed heel graag op. Ik geef heel graag lezingen. Ik weet nog de schok toen ik dat voor het eerst deed. Dat ik dacht, ik kan ze laten lachen. Ik kan ze laten huilen. En toen dacht ik, dat komt door mijn vader. Maar als je weg was geweest, zei hij altijd op zijn Brabants, je ging de deur uit en toen. En dan ging hij zitten luisteren. En dan kon jij je avonturen vertellen die je op straat of in de trein of waar dan ook had meegemaakt. Oh ja, daar had hij dus interesse voor. Daar had enorm interesse. Dus dat was een... Hij ging zitten, je ging de deur uit en toen. En daarmee heb je ook geleerd om verhalen te vertellen. En verhalen spannend te maken, mooi te maken. Ja. Verdriet op te roepen. Dus ik was niet bang voor de ontroering van mijn vader. En was hij ook een andere vader voor jou dan voor je broers en zussen? Ik denk het wel. Oh, toch wel? Ik denk wel. Maar collectief praten ze over mijn vader als warm en veilig. Maar ik heb wel mijn broers gehoord te zeggen, goh, als hij dan van zijn werk kwam, dan waren er besturen, verenigingen. Ik was blij dat ik hem op zondagmiddag zag. Dat wel. Ja. Wat, nog even terug naar die historische lijnen. Veel, ja. Veel mensen uit jouw generatie, de babyboomers. Die hebben, en het zijn weer de mensen die mij hebben opgeleid. Die mijn generatie hebben opgevoed en opgeleid. Ja. Ja. Die generatie laat altijd wel blijken dat hun oude, de grote afwezige vader. De mannelijke vaders. De vaders die niet konden, die nog geen koffie konden zetten. Laat staan dat ze konden koken. Ja. Die alles dat aan de moeder overlieten. Ja. Terwijl de babyboomers zelf, die zijn al veel meer geëmancipeerd, hè, zogezegd. Veel meer aanwezige vaders. Ja, zeker. Ja. En dat moet ook. Ja. Vanmorgen stond er een waanzinnig stuk in de Volkskrant. Nee, ik weet niet of je het al gelezen hebt, bij Opinie. Dat iemand schreef, vrouwen willen wel moeder worden, maar die willen dat als een vader gaan beleven. En daar is meer sociologisch bedoeld van, ik wil werken, ik wil carrière, ik wil hetzelfde recht als vader. Kijk, mijn vader die zei ook, oh, daar komt André, mijn broer, aan met een kinderwagen. Daar moest mijn vader ook even aan wennen. Dat mijn broer kwam dus echt demonstratie met zijn kinderwagen. Ja. Oh, zei mijn vader. Dus ja, er is enorme verschuiving geweest. Ja. Mijn vader, ja, die zat op een troon, bij wijze van spreken. En wij waren zijn heerlijke hofhouding eromheen. Maar mijn moeder was schilderes. En die werd dus door mijn vader ook. Wij hadden ook de mogelijkheden thuis. Dat moet je dus ook wel denken. Nu kun je ook tegenwoordig je kind twee namen geven. Hè? Ja. De moeder en de vader. Ja. Geweldig. Ja? Ik vind nieuwe adel. Ik vind prima. Dat wordt de nieuwe adel. Maar je mag niet zeggen dat er gekozen moet worden. Dat kan heel pijnlijk zijn. Dat je moet kiezen tussen vaders of moedersnaam. Nou, want maar je heel veel vaders die kiezen al gewoon onderdanig voor de naam van de moeder. Ja, of bedoel je de kinderen? Kinderen mogen al helemaal niet kiezen. Daar zullen we het zo wel over hebben. Maar als mannen dat doen, dan willen ze dat doen om hun vrouw. Misschien sterft anders dat geslacht van die vrouw uit. Die vrouw wil dat aan haar ouders geven. Dat is een liefdesdaad. Maar als jij zegt onderdanig, dan klopt het niet.
Of ze hebben een groot conflict met hun eigen familie en denken, ik wil die hele naam niet meer horen. En dan zit daar een probleem achter. Dan is het niet fijn. Want dan is het van, nou, jouw naam maar, ik heb met mijn naam niks meer te maken. Het kan een cadeau zijn aan je vrouw, maar als het is uit agressie, of dat is niet goed. Onderdrukking? Nee, onderdrukking en onderdanig, zei je. Ja. Met de emancipatie van de vrouw is er natuurlijk ook wel zekere vaagheid in de rolverdeling tussen man en vrouw gekomen in moderne families. Maar ook misschien op een identiteitsniveau wel verwarring ontstaan. Hè? Van, is het nou, was het voor jouw vader ook niet veel makkelijker om vader te zijn dan voor jouw eigen man of voor jouw kinderen? Ja. En hoe kijk jij eigenlijk naar die vervaging? Is de ambivalentie toegenomen? Of denk je van, nou, het is ingewikkeld, maar het is een vooruitgang? Ik vind de vooruitgang enorm natuurlijk. Ik vind geen vervaging. Ik vind het een verschuiving van hoe mensen met elkaar willen leven. En de gezinnen zijn natuurlijk veel kleiner geworden. En dat je beide ervoor gaat staan, dat heb ik met mijn man ook al gedaan. Dat we allebei zijn blijven werken en het allebei het verdeeld hebben. Dat was ook best wel nieuw toen, zullen we maar zeggen. En mijn zonen zie ik helemaal nou met een zakje in het Vondelpark met de baby of achter de kinderwagen. Daar kijkt niemand meer van op. Nee, sterker nog, het wordt helemaal aanbevolen. Het is een enorme vooruitgang. En hoe meer dat samen goed verdeeld kan worden, hoe beter het is natuurlijk. Hoe je elkaar de ruimte geeft voor carrière, voor thuisblijven als je dat zou willen. Ja. Want je mist dus ook heel veel van kinderen, hè? Ja. Je mist ook, als je continu weg bent en op reis, dan mis je ook wat de kinderen te geven hebben. Want daar moet het eigenlijk over gaan, dat kinderen veel meer geven. Hè, tussen het oproepen tot vaderschap, is een gevend element van een kind. Het is niet alleen ontvangen, ik ben hier afhankelijk en ik lig te wachten wat er gebeurt. Ja, zoals een baby afhankelijk is natuurlijk. Mm-hmm. Maar ook van, ik roep je op tot die relatie en ik wil in die relatie ook geven en nemen. Dat is heel belangrijk. Een kind kan geven. Een kind geeft. Ik zie hele kleine kinderen al, bijvoorbeeld mijn depressieve vader, die alleen maar op die vader zit te wachten en zich op die vader stort om hem uit die somberte te trekken. Kinderen voelen veel meer dan je denkt. Ja, die nemen die verantwoordelijkheid eigenlijk. Die nemen die verantwoordelijkheid. Maar dat is goed voor een kind, dat ze dat kan. Alleen zijn sommige kinderen veel te zwaar belast. En dan komen we op scheiding of een verlating door een vader. Maar een vader word je ook door de ogen van de moeder. Hè? De moeder moet het je gunnen. Er zijn ook vrouwen die er hele grote moeite mee hebben. Je moet het je gunnen, want jij lacht zo leuk. Ja, nee, ik herken het van bepaalde mensen die ik ken. Ja, ja, het moet het je gunnen. Ja. Dus vaderschap heeft wel degelijk te maken met de relatie die je met de moeder van het kind hebt. Kijk, de moeder heeft een voorsprong. Daar kun je nooit tegen op als man. En die 9 maanden die ze gehad heeft en de bevalling, ze heeft er ook veel meer voor moeten doen. En daarna ook eventueel voeden en je hele lichaam is in het geding. Een vader kan in Ibiza gaan zitten en denken, hoe ver zal het zijn? Terwijl jij al iedere week onder controle moet, bij wijze van spreken. Daar zit dus al een heel groot verschil. En die vader kan het absoluut zich tot het kind bekennen en die verantwoording nemen, de consequenties. En die tederheid, wennen aan die tederheid, dat gaat bij een tweede kind vaak al makkelijker. Omdat het eerste kind heeft al vaak al heel veel werk verricht. Maar je moet wel een moeder hebben die het je gunt. Hoe kan een vrouw dit gunnen? Hoe kan een vrouw deze gunst geven? Nou, ontzettend denken. Oh, wat heb ik een goede vent, joh. Dat hij zo'n leuke vader is. Maar dat ja. hij zo lief is voor mijn kind. Voor ons kind. Maar je zegt denken? Dus dat... Nou, denken, maar dat moet je ook laten. Hè? Je moet het ook, ja. ook dus gunnen. Complimentjes geven, ruimte maken. Ja, complimenten is te weinig eigenlijk. Hè? Echte erkenning. Van, ik had niet gedacht dat jij zo'n fijne vader zou zijn. Oh, ja. Dat is erkenning. En compliment is, wat zie je er leuk uit met die baby in de wagen. Dat is compliment. Maar erkenning, waar mensen dus altijd naar verlangen, is dat je wezenlijk als vader mag zijn en dat je belangrijk bent voor het kind.
En niet van, oh, dat is een voorbijganger, hij kan zo weer gaan. Dus je bent wezenlijk, existentieel in het leven van het kind belangrijk. En dat moet een vrouw je ook gunnen. Ja. Maar ben jij dat in jouw adviezen en onderzoeken veel tegengekomen dat een bepaald type vrouw dit moeilijk vindt? Dat is vooral in de generatie, zeg maar, voor jou, was dat heel vaak moeilijk. Van eindelijk, dit kind is helemaal van mij die hebben er geen verstand van, laat maar. Dat moet je ook, kijk eens hoe onhandig. Oh nee, ik heb geen rust in de bioscoop als hij oppast. Dat soort dingen, dat hebben we nu gehad. Dat is voorbij, gelukkig. Ja. Nee, er wordt een appel gedaan, nog meer doen. En ga je naar dat congres, wat doe jij dan voor de baby? Want ik heb 4 dagen zit ik ermee alleen. Bel jij op, wat doe je? Kom zo gauw mogelijk niet naar een dinertje, kom terug. Kijk, dat is de stijl van nu. Ja, herkenbaar. Dat is de stijl van nu. Ja. Van kom terug, ik heb hier de zorg. En we hebben een gezamenlijke zorg. Ja. Dat is een hele grote verbetering. Ja, nou ja, goed. Ik ken ook wel genoeg mannen die echt helemaal onder de pantoffel van hun familie komen te zitten. Ja. Dat is natuurlijk weer niet goed. Dus en bedoel je de vrouw of de familie? De mannen. De mannen die worden geketend door de vrouwen. Ja. Ja, dat is niet goed. Nee. Want dan op een gegeven moment breken ze de ketens, gaan ze weg. Ja. En dan krijgen we een hele andere problematiek voor kinderen. Ja, opgroeien zonder vader. Opgroeien zonder vader. Of het eeuwige verlangen naar vaderschap. Dat kunnen dochters met name en zonen ook. Maar die uiten het op een andere manier. Het eeuwige verlangen naar een vader. En die kiezen oudere mannen uit in hun relatie. Dat werkt allemaal door, hè. En die kiezen dus een soort van vaderssfeer. Oudere mannen uit. Dan heb ik eindelijk de vader gevonden. En zo'n oudere man die heeft weer geen geduld. Of die heeft het allemaal al achter de rug. Die heeft kuikentjeskoorts gehad. En die begint aan een tweede leg. Ja, oneerbiedig gezegd. En dan is hij wel een vader die dingen doet. Waarvan de kinderen uit de eerste huwelijk zeggen. Hoe bestaat het? Heeft hij met mij nooit gedaan. Ja. Moet je eens kijken hoe hij zich aanstelt met die baby. Moet je eens kijken hoe die bezig is. En dat is vaak heel pijnlijk voor kinderen uit de eerste relatie. Zeggen, onze vader was er nooit. Misschien is het een man die geketend is geweest, die vertrokken is geweest. Die er niet meer tegen kon. Hij doet een herkansing. Vind ik heel mooi. Maar vergeet de kinderen uit je eerste relatie niet. Het zijn vaak een vergeten partij. En die hebben daar heel veel last van. Het mooiste zou zijn als je zou zeggen, jullie krijgen een half broertje, half zusje erbij. En jullie blijven een unieke plek houden. Jullie waren mijn eerste kinderen. En dat je, wat ik heel vaak adviseer, ga minstens 1 keer per jaar een week weg met de kinderen uit je eerste huwelijk. Betrek ze erbij. Laat zien dat ze belangrijk voor je zijn. Ook aan de tweede situatie van de tweede kinderen die komen. Ja, ja. Laat zien dat ze belangrijk zijn. Haal ze binnen. Sluit ze niet buiten. Ja, ja. Dat is heel belangrijk. Ja. Want kinderen van die eerste verhouding waar het dan mis is gegaan, misschien laat ik zo'n geketende man noemen. Die dan komt hij een vrouw tegen die hem wel begrijpt en die alle geduld heeft en die hem geweldig vindt. En hij straalt en hij krijgt nieuwe impulsen. Ja. Hè? De kinderen moeten verwerken. Vader is weg en is vaak het conflict al zo groot en zo uitgeziekt dat die vader ook geen toegang meer heeft. En dan hebben mannen heel gauw de neiging, ik trek me terug. Nou ja, met teksten als mijn kinderen gunnen mij het geluk niet. Nou, je kunt me niet kwaaier maken. Daar word ik heel boos van. Mijn kinderen gunnen mij het geluk niet van een tweede vrouw met tweede serie kinderen. Nee, je kinderen hebben je nodig. Je kinderen hebben je nodig. En ook volwassen mensen hebben hun vaders nodig. Als ze nog leven, is een vader, moet hij eigenlijk die omheining, die is dan wel veel wijder, moet die omheining toch nog zijn. Als jij vader bent geworden en je kunt dat aan je eigen vader gaan vertellen, is dat een heel geweldig moment. Dat je je vader tot grootvader maakt en jij bent dan vader. Ja. Dat je ineens die 3 generaties ziet
En dat is heel cruciaal hoe een vader daarop reageert. Ja, heel cruciaal. Hoe de opa reageert op de vader? Ja. Ja. De vader op de vader die vader wordt. Dus dan hebben we al drie generaties. Dels Marie, ik zou zeggen, dat is toch eigenlijk voorspelbaar. Namelijk, de meeste vaders zullen dat heel leuk vinden en trots zijn. Nou, dat ligt eraan. Dat ligt eraan of er een echtscheiding is geweest. Oh ja. En hij zelf net ook een klein kindje heeft. Ik herinner me toch een cliënt die zei, ik kwam met mijn baby en mijn vader rende naar boven omdat zijn baby nu aan het huilen was. Dus het mooie wat ik gedacht had, wat ik gehoopt had, werd eigenlijk, toen ben ik kwaad weggegaan. En de boosheid is dan, ik krijg geen erkenning, ik ben nu vader geworden en ik heb mijn vader nodig om mij die erkenning te geven. Ja, ja, dus die vader moet ook die opa rol gaan vervullen. Ja. Die moet dus. Ja. En het is onzin, ja, ik wil geen opa genoemd. Ik wil met mijn voornaam allemaal prima. Dat zijn allemaal mensen die dat niet aankunnen. Maar grootouderschap is een geweldige herkansing. Ja. Dat is ook het moment dat zonen zich met vaders kunnen verzoenen. Dat je zegt, zoals mijn vader met mijn kind nu bezig is, zo heb ik hem nooit meegemaakt. Hm. Zo zacht is hij nooit geweest voor mij. Want opvoeden is natuurlijk ook regels, grenzen, orde scheppen enzovoort. Hoeft hij bij een kleinkind niet. Het is een geweldige herkansing ook. Ja. Ja, ik heb zelf ook wel het gevoel dat als je zelf vader wordt, dat je ook weer anders naar het vaderschap van je vader gaat kijken. Dat mensen die dat niet hebben, die geen kinderen krijgen, soms ook een zekere verharding mee kunnen maken in hun perspectieven op hun eigen ouders en opvoeding. Ja. En dat kan verzachten. Ja. Als je kinderen zelf eenmaal een jaar of zes zijn of zo, dan begrijp je, dan word je verdraagzamer ook voor je eigen verleden. Omdat je denkt, ja, nou ja, bepaalde opvoedingstics van mijn ouders zijn misschien ook wel vrij logisch. Ja, ik ben blij dat je het zegt, want verzoening is vaak, heb je die derde generatie vaak voor nodig om je te verzoenen met je ouders. Laten we het nu de vader noemen. Om met je vader te verzoenen, zijn vaak conflicten tussen vaders en zonen. Onbegrepen, geen erkenning. Ja. Ik ben hem weggegaan die hij niet wou. Hij had een idee met mij. En dan is zo'n derde generatie er. En dan zie je vader met jouw kind en dat verzoent. Mensen die dat niet hebben, hebben inderdaad veel meer moeite met verzoening met hun ouders. Veel meer moeite. Hm. En die moeten daar veel meer voor doen. En die moeten dat, iemand zei, ik moet het helemaal uit mezelf halen. Die zei, ik moet het gewoon, ik heb geen kinderen en ik kan dit niet meemaken. Ik moet met mijn vader in het reine komen. Maar dat is wel een ideaal wat soms helemaal niet lukt. Ik moet toch even vertellen, ik herinner me een man, nou, advocaat, die alles kon, zeg maar, in zijn vak. En die ging naar zijn vader omdat hij, de vader verweet dat hij naar kostschool was gestuurd op 12e. En daarna dus altijd heimwee heeft gehad. Waarom hebben kinderen heimwee? Die hebben wat te geven wat ze niet kunnen, kwijt kunnen. Die kunnen die liefde van die ouders ook niet krijgen. Die zitten bij vreemden, zullen we maar zeggen. En hij had altijd een verwijt. Ik ben naar kostschool gestuurd en daarna heb je je handen van me afgetrokken. Nou, die ging terug om op last van zijn therapeut om een goed gesprek met zijn vader te hebben. Daarover. Maar die vader is in de 80 en die voelt aankomen. Die zoon die komt met een bericht. Die zoon komt niet zomaar op zaterdagochtend op zijn eentje. En die zegt, ja, mijn gehoorapparaat doet het niet. Nou, die zoon nerveus naar een winkel voor nieuwe batterijen. Die wil erover beginnen. En die vader houdt alles af. En dat doen ouders ook. Omdat ze, of ze gaan uit de verdediging. Ja, dat was ons goed recht en ik kom anders niet. Ah. He, dan komt er gesprek nooit op gang. Of ze voelen zich zo beledigd en vernederd dat ze geen woord meer uitbrengen. Maar goed, die vader zei, ja, ik moet mijn steunkousen, de wijkzuster komt niet, die steunkousen moeten aangedaan bij die vader. En hij zei, ik knielde voor mijn vader en ik zag, het ontroert me nog, die witte, magere voet. En ik dacht, ik heb het je eigenlijk vergeven. Ja. Ik ga mijn therapeut zeggen, het gesprek hoeft niet. Wat gebeurde toen? Toen zei die vader, ja jongen, ik heb wel spijt van. Ik had je nooit naar die kostschool mogen sturen. Had hij het toch gevoeld? Ja.
Maar als de ouders in de verdediging gaan, komt dat gesprek helemaal niet op gang. En dat zijn therapeuten die, waar ik fel op tegen ben, die individuele therapie, die mensen zogenaamd individueel sterk maken, maar relationeel zwaar verzwakken. Dat moet je even uitleggen. Nou, dat je tegen je vader moet gaan zeggen van, op welk moment dan ook, een rekening vereffenen. Ja, ja. Zo werkt het niet. Met je collega wel, of met je ex, of met je vriendin. Daar kun je een rekening misschien mee vereffenen, maar met je ouders niet. Nee, nee. En daarmee... Je krijgt nooit gelijk van je ouders, ook nog. Maar met rekening vereffenen bedoel je eens goed de waarheid zeggen? Ja, goed de waarheid zeggen en dan vragen. En dan deur dicht en niet meer vragen. Nou, dat kan ook nog. Ja. En dan zo'n ouder hopeloos achterlaten. Dat kan ook, hè? Dat je zo woedend bent dat mensen dan met een gesprek... en die krijgen daar geen antwoord op. Maar hier zag je eigenlijk in mijn voorbeeld dat hij gaat geven. Mm. Hij ziet die voet, hij knielt. Dat is ook nog heel symbolisch natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Hij knielt en hij denkt eigenlijk, verdampt het. Mijn kwaadheid verdampt. En op dat moment zegt die vader, nou jongen, dank je wel. Wat hij eigenlijk ook nooit zei. En dan had je nooit naar kostschool moeten doen eigenlijk. Nou, dat is het moment. Nou, wil ik je vragen, hoe zag die cliënt er daarna uit? Alsof je stapelverliefd was. Helemaal stralend. Ja. Zo cruciaal zijn dit soort momenten. En daarom ben ik tegen individuele therapie. Als mensen heel sterk worden gemaakt... om met hun ouders een afrekening, ik noem het vaak een afrekening, dat lukt niet, dat lukt nooit. En dan vol schuldgevoel, hun vader moeten begraven of zelfs niet gaan naar een begrafenis en daarna gewoon heel ongelukkig zijn. Geplaagd door schuldgevoel. Ja. Ja, dat is heel heftig. Dat is heftig. Ik heb een verhaal, wil ik je graag voorleggen. Mijn opa, toen mijn oma stierf... toen had mijn opa op een gegeven moment weer een nieuwe vriendin. Mm. En dat waren ouderwetse mensen, maar wel ook vitaal en veel kinderen. En ook de kinderen veel gegeven. Maar natuurlijk, iedereen heeft dan reden om te huilen om zijn ouders. Om Nietzsche te parafraseren. Ja, absoluut. Nietzsche. Heb ik altijd haal ik aan. Ja. Ja, en leuk. Ja. Nietzsche zegt ergens, hè? Ieder kind heeft wel een reden om te huilen om zijn ouders. Ja, staat in een van mijn boeken. En die, maar toen vond hij een nieuwe vriendin en toen, dat vonden de kinderen heel moeilijk. Heel moeilijk. Ja. Ja. En dan merk je toch van, ja, het is heel... Het is, hoe oud ze ook zijn, hè? Ook, ja, heel oud. Ze zijn volwassen. Je zijn volwassen mensen. Kinderen. Die en ik kon me dat ook heel goed voorstellen, hoor. Trouwens, als kleinzoon ook. Ja. Van, ja, je ouders, je vader is nooit alleen maar je vader. Ja. Het is ook je moeder. Ook en je grootvader is ook je grootmoeder. Ja, en dan moet je accepteren dat het individuen zijn. Ja. En dat is heel moeilijk. Ja. Heel moeilijk. Zijn het mensen, mijn ouders? Zei iemand tegen mij. Dus, het zijn mensen. Ja. Ik schrik ervan. He, dus dat volwassen kinderen ook nog... de noodzaak hebben om die ouders te verbinden... zelfs als die moeder dan is overleden... het is nog moeilijk vinden dat er een ander komt. Ja. Het heeft ook iets te maken met de kinderen... die kunnen ouders heel veel geven en willen heel veel geven... maar niet dat, hè? Niet dit. Kinderen willen eigenlijk niet dat ouders een leven buiten het gezin gaan voeren. Nee, dat willen kinderen niet. Echtschijn willen ze niet, maar ook aan het eind van het leven... als het allemaal rond is, dan willen ze eigenlijk nog niet. Nee, in die zin houden kinderen van sprookjes. Ook, maar daar komen natuurlijk alle boze stiefmoeders in voor. Dus alle loyaliteiten komen voor in sprookjes. Hè? Ik weet nog een kind van gescheiden ouders. Een jongetje die zat voor het eerst bij zijn stiefmoeder aan tafel. En hij moest het zo mooi vinden, hij moest het ook zo fijn vinden. Maar zij was van de gezondheid, ze legde een appel op zijn bord. En hij rende naar kinderen met mobielen. Ik ben er erg voor dat ze beide ouders mogen bellen. Maar die belde moeder van ze is al begonnen. Die dacht, hier hebben we de boze stiefmoeder met de appel met gif. Dus kinderen hebben dat helemaal eigen gemaakt en zien dat ook. Hè? Want loyaliteit is eigenlijk de diepste, de echte verhouding tot je ouders. Mensen zijn in wezen diep loyaal naar hun ouders. En daar komt heel veel uit voort, hè. Ja. Heel veel uit voort. Een soort wetmatigheid zit er ook in, het woordje wet. Ja. Wetmatigheid. Kinderen zijn loyaal aan hun ouders.
sterker nog, hoe slechter de ouders, hoe loyaler het kind. Ja, dat is een vreemde paradox. Dat heb ik heel veel meegemaakt. Ja. Ja. En nou is het tegenovergestelde van loyaliteit verraad? Verraad. Deloyaliteit. Ja. Het is haat, verraad. Ja. En als je daartoe aangezet wordt, kan ook door je partner, hè? Wat hebben we met je ouders te maken? Vader ligt op sterven. Nee, we gaan naar Ibiza. Wat heeft hij voor jou gedaan? En zo'n man laat zich verleiden om met zijn vrouw naar Ibiza te gaan. Die vader sterft intussen. Nou, die vrouw, dat kan ik dus gewoon uittekenen. Die gaat eruit. Ja. Daar stopt hij mee. Dat begrijpt die man op een gegeven moment, dat die vrouw dat... Nou, die gaat dat haar heel erg kwalijk nemen. Ja? In plaats van te zeggen van... Dus die oerrelatie komt toch weer naar boven. Die kun je verdringen, maar die komt weer naar boven. Die kun je dus... Ja, ik heb er niks mee. Als mensen dat zeggen, oppassen. Ik heb helemaal niks met mijn ouders. Nou, dat vertrouw ik nooit. Die zijn altijd op zoek naar verzoening, naar liefde. Er zijn ook mensen die zeggen, ik heb veel te veel gegeven. Veel te veel moeten geven. Ik heb mijn ouders moeten dragen. En ik heb nooit erkenning gehad. Kinderen doen dat. Maar erkenning is wel het sleutelwoord wat ze dan nodig hebben. Ja. En zo'n vrouw die een man deloyaal maakt, om welke reden dan ook, laat die man dat gebeuren. Zijn eigen boosheid. Ja. Maar zij neemt dat over. Ze denkt dat ze daarmee goed doet. Nee, daar verliest ze de man mee. Dat is mijn liefdesladder die ik ooit heb gecomponeerd, zullen we zeggen. Ja. Dat die verticale loyaliteit blijven. En die sporten van de ladders, ja, die kunnen breken. Maar ouders en kinderen is levenslang. Ex-ouders bestaan gewoon niet. Dus zo'n man... Ja, ex-ouders bestaan niet. Nee, dat is een van mijn uitdrukkingen. Ja. Die bestaan niet. En dat is misschien, als we het begin van het gesprek, de ambivalentie, dat je bij je kind voelt, zij kan niet meer zonder mij en ik niet meer zonder haar. Als er iets met haar gebeurt, bederft het je leven. Gewoon, dat is ook het begin van ouderschap, dat je denkt, nee. Ik weet nog dat een vrouw zei, als ik naar Parijs ga en mijn baby ligt in de wieg en na 3 dagen terugkomen, ligt ze er nog, bij wijze van spreken. Ineens die enorme verantwoording. Ja. En waar vaders ook vaak voor weglopen, bang voor zijn. Ja, ik denk dat heel veel vaders ook de andere kant juist blij zijn met verantwoordelijkheid. Hè? Ja, oh wat fijn. Nee, maar echt. Ja, De betekenis wordt daar ook door gesticht. Want op een gegeven moment denk je dus terugfietsen naar huis of rijden van ik moet ook nu naar huis. Je moet. En daarvoor was het altijd, ik kan alles laten vallen, even ik ben vrij. Nog even naar een vriend, kan een vriendin. Ja, nee, je moet naar huis. Ja. Het begrenst je ook, hè. Ja. Want ik zeg, vaderschap is dus die begrenzing, maar het begrenst jezelf dus ook. Ja. En dan kun je ook af en toe van denken, oh, had ik maar dit of had ik maar dat. Maar die begrenzing kan heel erg nodig zijn. Dat geeft je kind dus. Maar die wacht. Ja, en die begrenzing is natuurlijk, maar hij ligt ook op een oerniveau. Dat nu we dit zo bespreken, vind ik ook leuk om... Existentieel. Dat je eigenlijk het oerniveau blijft bij je ouders liggen. Ja. En als je zelf ouder wordt, dan heb je toch echt... Ja. Op enig moment ga je op bezoek bij je ouders en denk je van... ik ga niet terug naar het oer of zo, nee. Hè? Nee. Het oer is de nieuwe generatie, maar is verbonden met jouw ouders. Ja. Hè, want hoeveel vaders denken niet... ik wil een hele andere vader zijn dan mijn eigen vader geweest is. En die gaan zeg maar een hele strenge vader... Ja. He, een vader die alleen maar grenzen en wetten neerzette, omdat hij zichzelf waarschijnlijk onveilig voelde en denken dat hebben kinderen nodig. Ja. En dan als reactie een vader die geen enkele grens geeft, die geen enkel verbod geeft, die alles leuk vindt van de kinderen, hangen ze in de lampen ook fijn. Het is fijn, dat is een experiment voor een kind. Weet je wel, zo. Dat de grenzeloosheid is... Ja, je reageert. Je kijkt in je achteruitkijkspiegel. En je denkt, nou, ik ga het anders doen. En dat is ook goed. Je moet ook vooruit. Ja. Je hoeft het niet te herhalen. Voordat we deze verder uitpakken, want die grenzeloze vader, dat is wel een groot thema, denk ik. Nog even naar de kijker. Jullie weten, we hebben tegenwoordig een ander model. Namelijk, we willen jullie aanmoedigen om lid te worden voor 5 of 10 euro per maand. Dan word je lid van het patronaat.
Dan word je patroon of schutspatroon. Dan kun je meer van onze video's gaan bekijken. Word lid. Waarom eigenlijk? Wij gebruiken dat geld om deze studio te financieren. Om mogelijk te maken wat jullie elke dag zien. En ja, laat ik heel eerlijk zeggen. Als je lid wordt, dan steun je gewoon heel de nieuwe wereld. Dus je krijgt er misschien niet superveel extra's voor. Maar wat je ervoor krijgt is wat wij doen. Dus als je dat kan betalen, doe dat. En weet dat je ook mede betaalt aan de video's die anderen ook gratis kunnen zien. Het zou natuurlijk ook zo kunnen zijn dat je denkt van ik heb helemaal geen geld. En dan wil ik ook uitdrukkelijk zeggen dan, ja, word dan ook geen lid. Word vooral lid als je het kan betalen. En het liefst schutspatroon, want daarmee maak je dit allemaal mogelijk. Tot zover even het reclameblokje. Ja, ik vind een mooi idee schutspatroon. Dat geeft iets klassieks, hè? Ja. Dat geeft iets, je bent schutspatroon. Ja. Ik vind het geweldig. Klinkt heel mooi, ik ga hem straks opgeven. Ja, nou geweldig. Ja. Else-Marie, die grenzeloze vader. Hè? Want ik denk dat de geschiedenis in die zin ook een zekere dialectiek heeft. De strenge vader is afgelost. Door de vader die eigenlijk zegt, als jij maar een leuk leven krijgt. Ja. Hè? Ga alles maar studeren wat je wil. Ja. Zoek de partner die bij je past. Ga maar geitenhoeder worden in Frankrijk als jij daar gelukkig van wordt. Ja. Terwijl hij denkt, In onze cultuur zweeft nog steeds een beeld van een strenge vader die voor jou uitkient dat je twee studies gaat doen en veel succes boekt. Terwijl de realiteit is allang de zachte vader die eigenlijk bij het minste of geringste een applaus geeft. Ja. Ja, soms te veel applaus. Ja. Soms worden kinderen zo... Het eerste danspasje is dat al het Nationaal Ballet wacht. Ja. Of het eerste tekeningetje zit een kunstenaar in hem. Ik weet zeker. Ja. Dus dat wordt te veel, omdat die zinnen zijn ook kleiner. En die focus op één of twee kinderen. En de perfect, die wil ook laten zien aan je ouders. Vergeet het niet, dat je een goede ouder bent. Het allerfijnste is gewoon dat je ouders tegen je zeggen, wat doe je het goed met je kinderen? Als je ouders kritiek hebben op je vaderschap, doet enorme pijn. Daar heb ik een man vreselijk over zien huilen. Die zei, en ik ben vader en ik doe alles voor mijn kinderen. En ik kom bij mijn vader en moeder en mijn vader zegt, jongen, je pakt ze verkeerd aan. Ja. Dat doet enorm pijn. Dus je hebt erkenning van die ouders blijft ook voor je vaderschap belangrijk. Ja. Dat verlangen mensen, blijven daarnaar verlangen. Eeuwige verlangen naar erkenning. En die erkenning wil je ook graag van je kinderen hebben. Oh, wat had ik een fijne vader gehad. Maar hoe kun je eigenlijk op een gezonde manier erkenning krijgen van je vader als je daar niet tevreden over bent? Ik denk dat mannen dat wel graag zouden willen. Maar hoe doe je dat? Hoe breng je dat op een gezonde manier in? Door het voorbeeld wat ik gaf. Door te gaan geven. Door van betekenis te kunnen zijn. Pa, kan ik je helpen? Wil jij een keer mee naar Ajax? Ik bedoel, ik ben Amsterdammer nu geworden. Ja. Dat mag ik eigenlijk niet. Maar goed, pa, ga je een keer mee? Zullen we 2 dagen naar Berlijn? Want er zit een tentoonstelling die jij zo graag wil zien. Door dat geven, het geven niet stoppen, krijg je ineens erkenning die je niet verwacht. Iemand zei, het waren vreselijke dagen toen ik met mijn vader weg was. Maar op het eind zei die jongen, het waren de dagen van mijn leven. Maar hij vond het vreselijk. Omdat zijn vader allerlei gewoontes had die hij niet prettig vond. En enorm snurkte in een hotelkamer, weet ik wat. Nee. Het is niet altijd een succes. Ja. Ik zeg ook altijd, mensen zijn dan zo enthousiast, die willen dat graag. Die willen dan eens 6 weken een tocht met hun vader gaan maken. Ik doe het niet. Hou het kort. Ja. Kijk wat er gebeurt. Ja. Of nodig je vader een keer uit. Pa, ik heb je nodig. Zeg eens een keer dat je je ouders nog nodig hebt. Al zitten ze in een bejaardenhuis. Zeg het gewoon, ik heb je nodig. Kun je me even helpen? Maar ja. Hier was jij goed in. Dit is de manier. Oh, wat een mooie tips. Ja. En ook een beetje terugkerend naar een eerder thema hoor. Maar heeft de vader in jouw optiek een andere relatie tot dochters dan tot zonen? Ja, tuurlijk. Ja? Dat heeft hij. Kijk, het vader-zoon is al eeuwenlang... Ja, daar zijn we natuurlijk van Freud begonnen met de Oedipus. Hè? En de vader doden voor de gunst van de moeder, laten we het zo maar in één zin zeggen. En we zijn daar helemaal van doordrongen eigenlijk. Hè? Dat vader-zoon altijd de conflict herbergt. Hoeft helemaal niet. Maar er zijn verwachtingen. Een vader kan ook vanuit zijn familie willen laten zien. Kijk eens, ik ben dan wel mislukt in jullie ogen. Maar kijk eens wat een goede vader ik ben. Die wil dan heel veel van de kinderen die moeten goed maken. En dat gebeurt natuurlijk. De derde generatie maakt goed.
wat de eerste en de tweede niet gekund hebben. He, zo'n kleinkind is enorm belangrijk. Met oorlogsverhalen is een kleinkind cruciaal. Dat een grootvader wel tegen zijn kleinkind iets kan zeggen over de oorlog. Wat hij tegen zijn zoon niet kan zeggen. Omdat hij bang is voor de verwijten, voor de misverstanden. Dat hij uitleg moet gaan geven. Met een kleinkind kan dat wel. Dat is natuurlijk schitterend van alle verhalen die we net achter de rug hebben. Ja, je kunt... Je bedoelt vanwege 4, 5 mei? Ja, 4, 5 mei. Ja. Dat een kleinkind... Ja. Tot die wil ook verzoenen. Hè? Die vindt het heel onaangenaam dat een vader en zijn vader conflicten hebben. Want dan weet je zelf ook, wat staat mij te wachten eigenlijk? Kom ik dan zonder kleerscheuren uit die familie? Ja. Dat is een heel onaangenaam als je uit een familie komt waar zogenaamde breuken zijn. Ja, breken kan niet met je familie. Zeg ik altijd, bestaat niet. Existentieel blijven. Voordat we op die zoon en dochter doorgaan, nog even hierop dan. Ik heb wel het idee dat als je historisch kijkt, dat jouw generatie echt in de breedte breekt met de opvoedingsstijl van waarin jullie zijn opgevoed. Ja. Terwijl mijn generatie eigenlijk continueert wat de babyboomers hebben gegeven. Jullie zijn, die zijn echt een cultuurstichtende, ook wel een cultuurvernietigende generatie. Ja. Het is een dubbele gezicht van de... Dubbel verwijt. Van de boomers. Ja. Nou ja, het is gewoon dubbel. Ja. Dubbel. Maar het is wel echt zo dat de grootouders van mijn generatie, die zijn echt veel strenger eigenlijk gemiddeld gesproken. Ja. Terwijl de ouders veel zachter zijn. Veel zachter. Die hebben dat als reactie opgebracht. Ja, dus wij hebben als generatie weer een grotere lijmopdracht daarmee. Ja. Omdat het zo verschilt. Ja. Om het door te zetten. Om het gemiddelde daarvan te vinden. Hè? Ja. Het kind heeft grenzen nodig. En heeft ook de zachtheid nodig van een vader. Ja. En voor dochters. Wij hebben een groot onderzoek gedaan. 10 jaar geleden. Maar mijn man tussen vaders en dochters. Vaders weten soms helemaal niet hoe belangrijk ze voor hun dochters zijn. Dat was eigenlijk een uitkomst waar wij paf van stonden. Van hoe bestaat het dat een vader denkt dat hij voor zijn dochter niet belangrijk is? Die dochters die vinden vaders heel belangrijk. En als je een groot onderzoek doet over carrièrevrouwen, dus die zie je allemaal. Het komt heel vaak voor dat ze vaders hebben die dat ook gestimuleerd hebben. Mijn dochter moet studeren, mijn dochter moet in mijn bedrijf komen. Nog meer dan de moeders. Die vaders in carrière van vrouwen zijn heel belangrijk. Nog steeds. En we hopen natuurlijk volgende generatie dat die moeder in die carrière net zoveel in de melk te brokkelen heeft. Maar die vaders zijn voor carrièrevrouwen heel belangrijk. En zou je ook zeggen dat archetypisch de man ook in de opvoeding meer de taak heeft om het kind klaar te maken voor de buitenwereld dan de vrouw? Of vind je dat ouderwets? Dat is ouderwets. Ja? Ja. Vrouwen en mannen brengen nu allebei de buitenwereld naar binnen, als het goed is. Hè? Ja, dus er is eigenlijk in die zin ook echt een verschil. Wat is dan wel een verschil tussen de rol van de vader en de moeder? En dan ook nog opgesplitst naar jonge meisjes? Oh ja, de vader kan nooit inhalen wat een vrouw gegeven heeft. Nee, maar dat is een hele fysiek. Dat is een hele negatieve definitie van de man dan. Nee, daar begint hij mee. Maar hij kan het inhalen. Door zorg en tederheid en aandacht en stimuleren en erkenning te geven aan een kind. Hm. En ook te ontvangen wat het kind jou te bieden heeft. Keer toe te geven, dat vind ik een heel leuk voorbeeld. Mijn kind roept mij naar huis op die fiets. Ik ga nu naar huis en die begrenzing doet me ook goed. Ja. Want dat is verantwoording. Ze rekent op mij. Kinderen rekenen op ouders. Ja. Ja, nee, heel mooi hoe je de nadruk legt op dat de kinderen iets te geven hebben. Absoluut. En dat het dat goed vaderschap is dus in ontvangst kunnen nemen. In ontvangst kunnen nemen, wat je kinderen kunnen geven. Ik vind het ook zo leuk aan tekeningen of als kinderen iets gemaakt hebben. Ja. Dat kan zoiets heel kleins zijn. Ja. Als ouder moet je leren de waarde daar. Ja. Dan kan iets heel ontroerend zijn. Ja. Maar je moet er wel oog voor hebben. Hè? Het kan net zo goed zijn dat je denkt, ja, wat moet ik nou met deze tekening? Wat moet ik met die vegen op dat papier? Je moet leren. Hè? En je hoeft ze niet in te lijsten. Ik heb ook wel ouders meegemaakt die iedere tekening in gingen lijsten. Dat belast ook, want hoe moet je dan verder nog met je tekening als er de kamer vol hangt met je tekeningen? Maar, wat heb je daar getekend? Aandacht. Aandacht is belangrijk. Hmm. Echt gerichte aandacht. Hé,
Is dat de zon? Is dat de maan? Oh, wat mooi. Maar je legt veel nadruk op die tederheid. Hè? En, ja. Maar dit voorbeeld specifiek van die tekening doet me ook wel denken aan de vaders die niet stimuleren om door te gaan. En tekeningen die niet zo mooi zijn van kinderen die al veel te oud zijn, nog steeds de hemel in te prijzen. Ja. Dat is natuurlijk ook een belangrijke rol, juist van vaders, denk ik. Hè? Ja. Dat er een zekere veel eisendheid in komt. Ja, en dat kan een kind soms nodig hebben. Die veel eisendheid. Ja. He, ik ga mee. Je durft niet dit of dat, zal ik meegaan. Luister eens, die hockey, je hebt nu die bal tegen je gezicht gehad. Die is nu beter. Ik ga mee naar het hockeyveld. He, is fijn dat ik erbij ben. Dat vinden kinderen zo belangrijk. Ik ga mee. Dus over die angst heen helpen. Ja, ja. En niet zo pamperen dat het kind nooit meer durft. Je wordt op school gepest, hoe kunnen we dat aanpakken? Als ik nou op het speelplein kom, moet ik ze in elkaar slaan? Nee, dat wil een kind niet. Hè? Nee. Maar wat kan ik doen? Hoe kunnen we sterk maken? En dan komt die vader, kwam 's avonds met een boksbal voor zijn dochter. En we gaan leren boksen. Ja. Jij slaat en ik sla. We gaan kijken en het kind zich sterker voelt. Ja. Dat zijn hele goede vaders. Maar die heeft aandacht. En niet van pesten, ja, sla er maar op. Of zo. Nee, helpen om die frustraties en om die moeilijkheden te overkomen. Dat zijn hele fantastische vaders. Huh? En je kunt fouten maken. Kind vergeeft je veel meer dan je denkt. Ja, dat is die loyaliteit. Maar, ja. En nu toch even naar de vrouw, naar de dochter. Ja. Wat zijn typische vaderlijke interventies in het leven van de dochter die je minder snel met de zoon zou verbinden? Je bent voor een dochter de eerste man in haar leven. En daar gaat fysiek een rol spelen. Wat zie je er leuk uit? Zal ik met jou de stad in gaan om mijn jurk uit te zoeken? Ik noem maar wat. Ja, ja. Er zijn allemaal vrouwendingen, die worden dan met moeders gedaan. Nee, doe dat als vader. Ik ken zo'n vader. Die gaat dan in roze, in de balletwinkel, gaat die tutu'tjes met haar uitzoeken en balletschoentjes. Dat vind ik gewoon enig, hè, dat hij dat doet. En je bent aan het dansen op TikTok. Wat vind je ervan? Zal ik even kijken hoe het eruit ziet? Zou je die muziek nemen? Dat is ook weer aandacht. Aandacht aan haar dingen. Die maar zij belangrijk. Ik vind het wel een mooi voorbeeld. Omdat het dus eigenlijk typisch vrouwelijke voorbeelden zijn. Namelijk kleding. Ja, kleding. Het is nog steeds zo dat bandjes, ja, de vrouwelijke garderobe is nog steeds uitgebreider dan die van de mannen. Het zouden veel mensen graag anders willen. Maar het is nu wel. Nee, ze is helemaal zo. Ja, dat is nu vooralsnog het geval. Ja. En dat je toch zegt dat juist de vader daarin... Daarin kan hij voor een dochter heel veel betekenen. Dus de man heeft toch ook wel betekenis in de het uiterlijke zelfbeeld van de vrouw. Van de dochter. Ja, heel belangrijk. Ja. En dus ik noem die voorbeelden. En dat moet je dan weer gegund zijn door de moeder. Hè? Dat je zegt, nee, ik ga mee naar die balletwinkel. Of ik ga aan die balletlessen zitten kijken. En dat is heel belangrijk voor een meisje. Door de ogen van de vader meisje vrouw worden. Dat is natuurlijk heel, heel fantastisch als je vader dat goed doet. Ja. Dat is een geschenk. Ja, en tegelijkertijd is het ook niet iets wat je bewust doet. Hè, als vader. Dat vind ik het ingewikkelde bij dit soort dingen. Het is een geschenk, maar als man moet je het ook maar geven en krijgen. Nou, je moet er aandacht aan schenken en je moet het dus opbrengen. Ja. Je hebt een belangrijk congres of vergadering. Ik denk, oh, die balletuitvoering. Ik ga. Ik ga naar mijn kind. En je hoeft niet iedere balletles, alle vergadering opzij te zetten. Maar dan is het cruciaal. Die mensen zeggen, ja, mijn vader was niet op mijn musical. En ik had nog wel de hoofdrol. En hij was in het buitenland. Ja, dat is allemaal zo. Maar dan zeg ik, neem het dan op en laat het dan vader meteen zien. Dat kan nu. Ja, ja. Laat hem dan via een verbinding... Wat een leuke concrete toch tip kijken. Heb jij. Ja, ja, maar ik hou daarvan. Ja. Om niet te zweven met mensen, maar gewoon mensen te helpen. En als die vader dat goed doet en die zit, weet ik waar, in Shanghai... zit hij die dingen te bekijken en die zegt... oh, goh, dat je die rol helemaal uit je hoofd kende. En dat applaus, wat deed je dat leuk toen het applaus kwam. Zo, voor dat kind. Ja. In plaats van, hij is er niet. Ja. Niet vaders naar de zijkant duwen.
erbij blijven, in het hart. Ja, ja. In het hart van waar het om gaat. Aandacht. Aandacht. Zorgvuldig. Ja. Hoe kijk jij als Marie naar het gezinsleven en dan de aparte rol van de vader? Want ik heb het idee dat veel mensen opgroeien in een gezin. Ja. En dat het niet altijd heel goed te onderscheiden is wat de rol van de vader. Je gaat gewoon op, mee in de flow, hè? Mm-hmm. Dat is ook wel leuk als je individuele relaties hebt. En tegelijkertijd, ik kan me voorstellen dat sommige gezinnen heel erg op individuele relaties drijven. Ja. Samen met moeder, samen met vader, samen met je broer. Ja. En sommige juist... op alles samen. Op het, precies, hè? Ja. Niet alles hoeft samen. Laat nou het kind ook eens alleen met een vader 2 dagen weggaan. Of een weekendje weggaan. Dat is ontzettend belangrijk. Of alleen met de moeder. Hm. Maar dat gun het elkaar. Niet alles hoeft helemaal ingebed te worden. En alles samen te doen. Ga bijvoorbeeld eens naar je eigen ouders met je kinderen zonder je partner. Ja. Waarom moet ze altijd mee? Ik denk dat veel mensen... Zeg, ik ga met de baby naar mijn ouders, bijvoorbeeld. Hè? Ja, ja. En die vrouw zegt, nou, die gaat, weet ik wat ze gaat doen. Ze gaat studeren, ze gaat afstuderen, noem maar op. Ze gaat promoveren, prima. Maar ik neem de baby mee naar mijn ouders. Gebeuren er andere dingen? Want schoonkinderen zien hun schoonouders weer door een heel andere bril. Hè? Een heel ander gezicht. En die kunnen je heel deel van jou maken. Maar het is ik heb het gisteren genoemd toevallig, de betonrot van je relatie. Als je je partner gaat stoken in de relatie met je ouders. Dat is heel gevaarlijk. Jou voortdurend moeten kiezen tussen je ouders en je vrouw. Nee, we gaan er niet naartoe. Hè? Wat denken ze wel? Ja. Oh, ze hebben verkeerd dit gedaan, verkeerd dat. Wat hebben ze nou voor jou gedaan? Ja, dan zit je eigen relatie af te breken eigenlijk. Ja. Dat is die liefdesladder. Die sport breekt gewoon. Ja, grappig dat je dat toch zo generationeel ziet. Veel van mensen vind ik ook, als je in het café praat met ze over problemen, dan hebben ze het vrij snel over hun ouders. Hè? Meestal. Het is een Achillespees. Nou, laat staan als ze mij zien. Dan beginnen ze allemaal. Ja. Maar ik bedoel, het is gewoon van mensen. Daarom, als ik in zalen spreek, worden mensen ook vaak zo ontroerd. Is het wel eens dat jij zelf denkt, ook met jou... patiënten, zal ik maar zeggen, van hou nou eens op over je ouders. Hou eens op over je ouders. Nee, ik probeer dus op een fijnzinnige manier kijken, is dit een idee? Zou je vader eens alleen bij me willen komen? Is dat een idee? Dan wil ik ze vaak, die ouders, eerst alleen spreken, omdat ik denk, ik vind het te riskant als ze samenkomen. Dan komt iemand van 94, een vrouw zei een keer, ik ben zo gelukkig na dit gesprek, ik wil dood. Ik zei, ja, maar liever niet hier. Hè? Maar, en niet voordat ik je samen met je zoon heb gezien? Nee. Dus dan niet altijd, want ik kan het ook met 1 iemand kan ik zo werken, omdat zij weten dat ik voor hun ouders werk, voor hun kinderen werk, voor hun hele context aan het werk ben. Dat weten mensen meteen. Ja, want dat is die niet-individuele benadering van jou. Nee. Je pakt dus eigenlijk de familiedynamiek de context, als gemeenschap. Ja, maar de individuele klachten neem ik natuurlijk serieus. Iemand komt heel verschrikkelijk benauwd bij me. Die is niet gegaan naar het sterfbed van zijn vader. Heeft er verschrikkelijk last van, die komt. En wat kan ik dan doen? Kan ik nog postuum met hem iets doen aan zoekt hij een broer van die vader op om nog eens te praten over die vader? Gaat hij naar de vroegere kostschool waar die vader heeft gezeten of naar het seminarie? Dan stuur ik mensen eigenlijk in de geschiedenis van hun vader op pad. Ja. Maar niet om alles maar te horen, maar echt om iets te geven. Zeggen, goh, als mijn vader daar gezeten heeft, had ik dat maar eerder geweten. Dat soort dingen. Oh, wat fijn, die broer die sprak hier nooit, maar nu weet ik eigenlijk het geheim van die familie. Die familie had iets te verbergen. Nou, zo help ik mensen dan. Ook met het thema, wat heet het, entitlement verdienen. Het recht verdienen om zelf gelukkig te zijn. Om zelf relaties aan te gaan. Help ik iemand, zelfs ook postuum, zich nog te verzoenen met ouders. Bijvoorbeeld, is een voorbeeld. Ja, dat is een prachtig voorbeeld. En dat doen mensen, die vinden dat ook bevrijdend. Ja. Heel bevrijdend. Ik heb het nu,
Ik ben nu die weg gegaan. Ik was er niet toen hij doodging. Ik wilde niet op die begrafenis komen uit koppigheid. En mijn vrouw zei ook, niet doen, niet doen. Mijn therapeut vond het ook niet geschikt. Zelfs zo, die therapeut had hem nog een extra zitting aangeboden. Nou, je begrijpt dat ik dan ontzettend razend word. Maar goed, die therapeut die zit helemaal individueel dat verdriet van die jongen en dat gemis van die jongen te behandelen. En te valideren. En te valideren en nog eens te stimuleren, zullen we maar zeggen. En dan komen ze bij mij met zo'n verhaal. En dat is ook een spiegelbeeld weer naar hun eigen kinderen. Ja, nou daar wil ik naartoe. Dan heb ik nog ook een casus voor. Stel nou dat je niet een... Dat je als vader gewoon die ingewikkeldheid die ik aan het begin noemde, dat je die blijft ervaren. Ja. Dus de overgave aan de relatie. Je vindt het moeilijk om de giften van het kind te krijgen. Je vindt het moeilijk om de ontroering te voelen. Ja. De kinderen gaan in de puberteit. En je denkt helemaal van, hoe is het mogelijk dat dit mijn kinderen zijn? Ja. Het is ook een traject dat mogelijk is. Ja, dat kan. Ja. En hoe kun je verbinding herstellen met je eigen kinderen? Ja, als zo'n man bij me komt, dan zal ik toch eerst zeggen... toen jij, zeg eens, hij klaagt over zijn pubers en heeft er 14 zijn zoon. Ik zeg, toen jij 14 was, waar was jij toen? Hè? En toen was ik al 3 keer uit huis gelopen, weggelopen. Want mijn vader, zus, was niet te vertrouwen. Ik ben te vertrouwen, maar mijn kinderen zien mijn vertrouwen niet. En dan begint het, mijn werk eigenlijk. Maar ik heb die vader van hem nodig om hem te kunnen helpen om vader te kunnen zijn. Ja, ja. En zijn moeder, maar ik heb het nu over vaders. Ja, de vader die spiegelt, die ontwikkelt zijn eigen rol echt in zijn, eigen geschiedenis. Ik vind dat zelf ook, als je dan bij twijfeldingen of zo, ga je toch denken van wat zou mijn vader of moeder doen? Ja. En mensen, het is eigenlijk heel gek, toch? Je gaat niet denken van, wat is rationeel? Nee. Tenminste, dat zou mij kunnen liggen, hoor. Maar je denkt heel snel van, wat zou mijn moeder doen? Wat zou zij doen? Ja, ja. En zelfs als ze er niet meer zijn, denken, dat had mijn vader mee moeten maken. Oh! Kijk, Freud zei, het ergste van rouw is dat je niet meer kan ontvangen. Hè? Niks meer van je vader en moeder kan krijgen. En mijn hoogleraar, Neutsch, die veel meer filosofisch ook was, hè, die relationele ethiek, zei, het ergste pijn is dat je niet meer kan geven aan je ouders, als ze er niet meer zijn. Hm. En dat is vaak van, had mijn vader geweldig gevonden. Of dit. Dus eigenlijk, eigenlijk zeg je ook, als je ouders er nog zijn, dan moet je ze vooral dus je bedankje gunnen. Eigenlijk wel. Als het kan. Er zijn natuurlijk ook mensen die vreselijke dingen meemaken met hun ouders. En alsnog... ik heb een man meegemaakt die zei, ik kan dat nooit. Ik kan dat nooit. Ik zei, zou je iets kunnen bedenken wat goed was aan je vader? Hm. Nou, helemaal niks. Alleen dat hij hem kon halen uit de kroeg. Als hij heel dronken was, dan zei hij, Joost mag hem maar halen. Nou, Joost. Ik noem nou een andere naam, hè. Joost. Ja. Joost mag me halen. Ja, dat is zijn eigen vader. Ja. En dat hij dus zegt, dat was eigenlijk goed van mijn vader. Dat hij mij had uitgekozen. Moet je je voorstellen. Moest hij die vader van de kruk zien te krijgen en mee te slepen naar huis. En hij zei, dan had hij me toch uitgekozen. Zo fijnzinnig zijn mensen. Ik ben altijd weer verwonderd. Mijn vak zit van de ene verwondering in de andere naar die hele kleine, filosofische bijna gedachtes van mensen, dat ze dat nog eruit halen als iets goeds van hun vader. Nou, en dat komt in jouw denkwereld dus omdat loyaliteit zo sterk zo oer is. Zo oer is. Dat zelfs als je vader je in alle kanten en zichzelf en de familie verraden heeft, dat zelfs de hulpvraag nog wordt gezien als erkenning. Ja, die hulpvraag. Vind je het niet mooi? Nou, ik herken het wel. Ik herken het wel als iemand dat tegen je zegt, ik heb je nodig. Ja, nodig. Dan kun je mij helpen met dit? En dat is een serieuze vraag waar ik ook serieus iets aan kan doen. Dan is dat ook wel eens prettig, toch? Heel fijn. Ja. Kijk, grote tegenhanger tegen depressie. Nou heeft depressie heel veel oorzaken. Hè, maar ik hou me aan Van Danzig tegen vast. Die heeft het schitterend omschreven, een zwakke plek in de liefde. Depressie. En mijn
werk is vaak om die zwakke plekken in de liefde op te sporen met mensen en er wat aan te doen. Niet alleen opsporen. Maar daar bedoel je dus ook de liefde van... Liefde van ouders, liefde van exen, van vrouwen, van zusjes. Ja. Van, hè? Om die op te sporen, die zwakke plekken. En dan is er maar één echt belangrijk iets. Was je nodig en had je betekenis? En wat betekent dat? Nou, betekenis aan? Had je betekenis in die familie? He, ook zijn die verhoudingen nog zo verstoord. Deze man nu even vasthouden die betekenis had. Want die vader vertrouwde hem door hem naar die kroeg te laten gaan. Die betekenis houdt hij vast als eigenwaarde. Als gevoel van nodig zijn. Dat is wat je beschrijft van nodig zijn. Ja. He, je kunt nog zo'n conflict met je broers en zusters hebben, bijvoorbeeld. Ja. Maar als die bellen, ik heb je nodig. He, ik kom in zalen over broers en zusters spreken. 1000 vrouwen zitten daar. En dan willen ze nooit meer zien, meegebroken. Zeg maar als je zus vannacht op een IC terechtkomt. Op een intensive care. En ze vraagt om jou. Ja, maar dan ga ik wel. Dat is het geheim van familie. Ja, mooi. Heel als er één keer gevraagd wordt naar jou. Door je vader. Van... Jongen, ik heb je nodig. Kom je me helpen? Dat is het voorbeeld van die kous van de knielende man. Dan verdampen heel vaak alle verwijten. Ja, maar dat is misschien eigenlijk ook wel raar dat we in een cultuur terecht zijn gekomen waarin mensen dus weinig nog om hulp vragen. En dat is, ontzettend erg. Heel erg. Je kind vraagt je om hulp. Anders overleven ze het niet, gelukkig. Ja. Maar ook ouders... Ja, ik wil mijn kind niet belasten. Nou, u zit met een heel groot probleem. Zeg ik tegen een vrouw... Nee, maar mijn kinderen mogen niet belast worden. Daar zijn we nu mee geïndoctrineerd gewoon. Ik zeg maar, als je aan je zoon zegt... Ja. Dat je een groot probleem hebt. Andersom gebeurt het wel, hè? Dus ik weet ook van vrienden dat grootouders worden enorm vaak ingeschakeld. Ja, grootouders weer wel. Ja. Nee, maar ik bedoel dus mijn ouders. Ja. Het zijn de grootouders van mijn kinderen. Ja. Dat ik mijn ouders inschakel. Ja, de grootouders. De hulpvraag komt wel van de generatie die kleine kinderen heeft. Precies. De grootouders van nu zijn een heel leger van mensen. De oppassers. Vuistje heeft een boek geschreven waar ik ook aan mee heb gewerkt. Ja, ja. De ouders van altijd durende bijstand. Ja, ja. En die zijn nodig. En soms worden ze te zwaar belast. En daar ook erkenning. Krijgen je ouders dan een keer een boeket of een dinertje aangeboden of een reisje? Ja. Worden die ook eens bedankt? Die grootouders? Dat wordt heel weinig gedaan. Ja? Mensen vinden het allemaal vanzelfsprekend. Ja. Ik heb ouders die zeggen, nou, wij reizen iedere week 2 keer van Amsterdam naar Oostvoorne. En eigenlijk hoor ik eigenlijk van mijn schoondochter nooit van dat geweldig eigenlijk. Ja. En dan krijgt de schoondochter altijd de schuld om hun eigen kind te sparen. Let maar op. Die hebben het gedaan. Ja, de koude kant. Koude kant. Je hebt nog mooie poëzie bij je. Een stukje wat je wilde voorlezen van Jean-Pierre Rawi. Dan is het sterven van ouders is een heel groot existentieel moment in het leven. Onvergetelijk voor mensen. Daar zijn ze soms jaren mee bezig. Ik ging, toen er nog veel gerookt werd, hè, ging op de gang eens een klassieker een sigaretje roken. En mijn vader ging, terwijl ik zoveel dagen bij hem had gewaakt... En dat is misschien ook omdat mensen dan de vrijheid voelen om te gaan. Want relaties houden je vast. Dus het heel vaak, ik ging even koffie halen. Hey, vader was dood. Het gebeurt heel vaak. Nou ja, dat weten mensen in ziekenhuizen ook. Ja. Dat relaties houden je ook vast. Want daar wil je niet van gaan. Hè? Dus... En ik gebruik heel veel literatuur. Cliënten, maar ook studenten moesten altijd lezen, romans lezen. Nou, bijvoorbeeld zo'n stamhouder, de stamhouder van Munnekhof. Moesten ze gewoon van mij lezen en helemaal een genogram van maken. Om te kijken hoe het in elkaar zat, waar alles in voorkomt. Zowat. Nou, romans, eerst moest ik altijd zoeken toen ik begon.
met colleges. Welke romans kan ik opgeven? Nou, nu, kijk eens even. Het gaat allemaal over vaders en moeders en ouders. Het is familie-epos. Is gewoon in de mode. Ja, is het in de mode? Ja, families. Mensen praten er ook heel graag over, let maar op. Ja, ik van, voordat je het gedicht leest, ik heb een paar associaties erbij. Je hebt die serie Arcadia nu op NPO. Ik weet niet of je een futuristische of retrofuturisme. Ja, nog niet gezien. Ja. Nou, dat is echt een serie die iedereen kan aanraden. Dat gaat over een nieuw systeem van, met burgerscores. En echt een vrij totalitaire maatschappij. Ja. Waarin de echte vrijheid van meningsuiting, van vereniging, die wordt echt de kop ingedrukt. Ja. Maar je ziet dat de vrijheid van het familieleven juist overblijft. Hè? Dus familiebanden worden heel sterk. Dat moet ik toch zien. Ja, familiebanden worden heel erg versterkt. Nou, dat zie je nu ook al. Hè? Dat zie je ook. Zie je tendens. We zijn van het ik-tijdperk af. We zijn veel meer naar het wij nu aan het gaan. Moet ook wel. Maar je ziet, familie is veel belangrijker. Vroeger in een kroeg werd er niet gepraat over ouders. Dat was ouderwets. Moest je stiekem naar je ouders. Ik heb heel vriendinnen gehad. Die zeiden, ja, maar ik ging niet vertellen dat ik naar mijn ouders ging. Dat kon je niet maken. Oh. En nu is het van, ik ga naar mijn ouders. En er zijn mensen nu nog trots als die ouders bij elkaar zijn. Van, hé, je ouders, waar woont je vader, waar woont je moeder? Nee hoor, die wonen nog bij elkaar. Sterker nog, er is een tendens in de kerkhoven om gescheiden ouders weer bij elkaar te leggen. Wat? Ja. Nou, Rudy van Danzig, die heeft mij dat ooit, zat ik mee op de radio, en die zei tegen mij, Else Marie, ik heb mijn ouders weer bij elkaar gelegd. Mijn moeder lag in Bergen en mijn vader in Amsterdam. Gescheiden voor jaren, hij enig kind. Hij zei, ik heb ze bij elkaar gelegd. En toen zei ik, wat heb je op de grafsteen gezet? Hier liggen mijn lieve ouders. Ach. Maar weet je dat ik nu op een kerkhof was, helaas. En dat die vrouw, die kende mijn werk. En die zei, ik moet u iets zeggen. Er worden vaak graven, er worden urnen bijgezet. Van ja, ik kom mijn vader erbij zetten, want uiteindelijk ligt hier mijn moeder. Prachtig. Tijd voor het gedicht. Ja, nou, dat gedicht gebruik ik vaak als ik het over rouw heb. Rouw is dus de pijn dat je niks meer kan geven. Ook niet meer kunt ontvangen, maar vooral niet meer geven. Van Rawi, ik ben hem echt dankbaar voor dit gedicht. Ik heb het hem ook een keer gezegd. Mijn vader sterft. Als ik zijn hand vasthoud, voel ik de botten door zijn huid heen steken. Ik zoek naar woorden, maar hij kan niet spreken. En is bij elke ademtocht benauwd. Dus schud de kussens en verschik de deken, waar hij met krachteloze hand in klauwt. Ik blijf zijn kind, al word ik eeuwenoud. En blijf als kind voor eeuwig in gebreken. Wij volgen één voor één hetzelfde pad en worden met dezelfde maat gemeten. Ik zie mezelf nu bij zijn bed gezeten zoals hij bij zijn eigen vader zat. Straks is hij weg. Heeft hij nooit geweten hoe machteloos ik hem heb lief gehad. Rawi uit Onmogelijk Geluk. Prachtig. Over de kringloop van het leven. Ja. Het is een mooi einde, Else Marie. Heel fijn dat je er was hier in Leiden. En we hopen je nog een keer te verwelkomen. Ik hoop het. Dit was een eerste verkenning van het thema vaderschap. Ja. Als je het leuk vond, word dan lid via Petje Af. Steun ons, de nieuwe wereld. En ik zie je de volgende keer.